Hoi, leuk dat je kijkt naar Wijs Hoe Doet. Ik loop buiten omdat we voor de activiteit takjes nodig hebben. Nou, ik ben inmiddels weer binnen, want we hebben net buiten de takjes gezocht. En met deze takjes gaan we een takkenpoppetje maken. En wat heb je nu nodig voor het takkenpoppetje? We hebben nodig de takjes, stiften, lijm, een scherp mesje, een schaar, papier, restjes wol. En heb je nou geen wol, dan kan je ook cadeaulint gebruiken. Ik heb hier een mooi takje gekozen. Wat wel belangrijk is, is dat je een takje kiest wat niet te lang is, ook niet te dik. Want we gaan er natuurlijk een poppetje van maken. Nou, dit takje heeft toevallig al 2 benen. En daarbij heb ik een ander takje gezocht, die wat korter is, waarvan ik de armen ga maken. Let op. Deze armen, die komen hier aan het andere takje. En hoe krijg je die nou aan elkaar? Daarvoor hebben we de wol nodig. Of het cadeaulint. De wol kan je natuurlijk knippen met de schaar. Want je hoeft geen hele bolwol te gebruiken. En om dit takje, het kleine takje, vast te maken aan het grote takje, gaan we pionieren. Dat is een hele moeilijk woord. Maar ik ga het jullie laten zien. Je begint met het takje om even het kleine takje heen te draaien. En dan ga je om de grote tak heen. En weer terug. Het is best wel even een lastig klusje. Neem daar de tijd voor. Het is niet erg als het even niet lukt. Je kan ook papa of mama of je opa of oma even om hulp vragen. Want het is wel de bedoeling dat de wol strak om het takje heen gaat. Zo, want ze willen natuurlijk wel sterke armen hebben. Die goed vast blijven zitten. En als je op een gegeven moment denkt van nou, die armen, die zitten er best strak omheen. Volgens mij doe ik het nu zelf ook niet helemaal goed. Ik vind het zelf ook nog best wel lastig. Maar wat ik zeg, met een beetje hulp komt dat vast goed. Zo, doen we het even. Kijk, en bij mij zit hij nu al best stevig. En dan wil ik dat we de armen een t-shirt gaan geven. Dus ik draai naar de ene kant van het kleine takje. Kijk, daar zit er al een mouw aan. En ik draai hem weer een beetje terug. Ga ik weer even om het grote takje heen. En dan gaan we ook de andere kant op om een mooie mouw te maken. Anders heeft het poppetje het wel heel erg koud. Zo, en ik heb voor rood gekozen omdat ik dat zo'n mooie opvallende kleur vind. En natuurlijk heeft dat t-shirtje ook een kraagje. Dus nu we weer aangekomen zijn bij het grote takje, gaan we daar omheen naar beneden. Dus even mijn hand een beetje laten zakken. Gaan we naar beneden. Zo. Ik word er bijna duizelig van het ronddraaien. En het is niet erg, je hebt dadelijk nog een stukje touw over. En die kan je gewoon even zo laten hangen. Misschien dat het soms een beetje los gaat, maar dan draai je het er weer eventjes omheen. Want op het einde kan je het touwtje even vastplakken of wegstoppen onder de andere touwtjes. Nou, ik heb dus nu de mouwen en een stukje kraag. En ik dacht, ik vind het ook wel heel erg leuk als het shirtje nog een andere kleur krijgt. Dus daarvoor heb ik groen. Je kan kiezen uit allerlei andere kleuren als je dat natuurlijk in huis hebt. Maar ik dacht, nou, ik vind groen wel een leuke combinatie.
En wat ik wel kan doen is aan dat kleine rode stukje wol, daar overheen het groene stukje wol draaien. Want dan blijft dat rode in ieder geval al vastzitten. Gepriegel, dat wel. Heel geconcentreerd. En je hebt alle tijd. Ik bedoel, je kan ook even het filmpje op pauze zetten als je denkt, het duurt me allemaal, dat gaat bij mij allemaal iets langer. Dat snappen we ook. Vooral als je het voor de eerste keer doet. Ik heb namelijk al een keertje geoefend. Om te kijken of het inderdaad lukt. Zo. Kijk. Nu is het shirt al bijna af. Zo. Kijk, hier heb je dus een heel klein groen stukje wol. En hier ook, maar dat geeft niet. Dat komt op het einde wel. Nou, dan kan je weer een ander kleurtje kiezen. Of je zegt, ik ga verder met rood. Of ik ga toch verder met cadeaulint. Ik heb roze, paars kleurenblind. Paars gekozen. Want van paars ga ik een korte broek maken. Begin je weer aan de bovenkant. Neem ik dat kleine stukje groen mee. Daar ga je weer omheen draaien. Want dan blijft dat kleine stukje groen wat over was ook zitten. En ik ga ook gelijk dat kleine stukje paars maar meepakken. En dan gaan we dus, omdat je natuurlijk die benen hebt van het poppetje, ga je eerst naar de ene kant. En als jij het wil, kan je er natuurlijk ook een lange broek van maken. Denk je nou straks, oeh, ik heb toch een stukje wol te kort. Geef niet, knip je er gewoon weer een stukje bij. Zo. Nou heb ik de ene kant van de broekspijp. Maar ik wil natuurlijk ook nog een andere kant. Ik ga ook nog even pionieren. Zodat het takje bijna helemaal bedekt is. Kijk, ik heb dus nu eigenlijk een klein beetje te weinig wol. Dus ik ga nog even een stukje wol knippen. Ik heb gelukkig nog paars over. Ik denk dat ik hier wel genoeg aan heb. Ga ik nog even over dat stukje wol wat los is. Zo. Want ik wil dat broekje af hebben. Zo. Kijk. Nou heeft hij zijn shirt met mouwen. En een korte broek. Maar nu wil ik natuurlijk ook dat het poppetje oogjes heeft en een mondje. Voor de oogjes kan je gewoon wit papier gebruiken. En knip je twee kleine rondjes uit. Heb je toevallig wiebeloogjes thuis, is dat ook leuk. Kan je die er ook op plakken. Ik knip even één oogje. Het ligt eraan hoe dik je tak is, hoe groot je ogen kunnen worden. Ik heb een heel dun takje gekozen. Dus de ogen kunnen niet zo groot. Dus eigenlijk zijn deze oogjes voor mijn takkenpoppetje te groot. Maak ik wel eventjes, zodat jullie kunnen zien hoe die oogjes dan kunnen worden. Zwarte rondjes in. Zie je dat? En als je nou op deze rondjes een beetje lijm doet en dat op het takje plakt, krijg je takkenpopjes, popje, oogjes. Nou, let op. Ik had al wel voorgeknipt. Die zijn wat kleiner. Zo. Niet te veel lijm, want dan glijdt het er weer vanaf. En ook niet te hoog. Want je poppetje krijgt straks ook nog haartjes. Haren, ja. Oh, lekker. Mijn vingers blijven aan elkaar plakken. Oh, en de oogjes aan mijn vinger. Zo.
Oké, mijn poppetje heeft dus 2 oogjes. Nu de mond, maar dat is een iets gevaarlijker klusje. Vraag daar even je papa, mama, opa of oma of oppas voor. Want we gaan met een scherp mesje een mondje maken. En dat mondje maken, dat doe je eigenlijk door heel zachtjes te snijden in het takje. Ik ga het proberen. Wel spannend en kijk uit voor je vingers. Dus ik probeer mijn vingers zo een beetje in te houden. Dus wel zorgen dat je takje goed stil blijft liggen. En dan ga ik heel zachtjes een soort van zagende beweging maken. En dan doe ik ook mijn mesje steeds een beetje scheef. Want dan kan je er echt een stukje hout uithalen. Beetje kerven noemen ze dat. Je krijgt dus ook een stukje hout ervan af. Is niet erg. En je kan het mondje zo groot maken als je zelf wil. Of misschien wil jij wel een lachende pop. Lachend mondje. En wat ik ook wel leuk vind is om wat rode lipjes te geven. Zo. Er mist nu nog 1 ding aan het poppetje en dat zijn natuurlijk de haren. En de haren kan je zo gek maken als je zelf wilt. Daarvoor heb je wel eigenlijk wol nodig. Of soms heb je ook van dat touw in huis waar papa of mama klusjes mee doet. Ik heb gekozen voor licht blonde haren. Ik had toevallig ook nog wat restjes daarvan. En ik heb het hier al wel voor geknipt, maar ik zal je even laten zien hoe je dat kan doen. Want als je al die plukjes los moet knippen, dat is natuurlijk een grote klus. Wat ik heb gedaan is een lang stuk wol. En die vouw ik eigenlijk elke keer dubbel. Zo, waardoor je dus een weerwar krijgt van een wol. En die kan je dan knippen aan alle uiteinden. Kijk. Zie je dat? Nou zijn ze dus los. Dus in plaats van dat je elke keer losse stukjes wol gaat knippen, vouw je de wol op, knip je ze door en dan heb je mooie wollige haren. Hoe blijft dit nou vastzitten? Dat is natuurlijk weer de vraag. Ik dacht, ik heb hier mijn haar en ik kies een leuk kleurtje wol uit, want ik wil voor dit poppetje een strikje maken. Is absoluut niet verplicht als jij gewoon andere haren wil maken zonder strik. Is dat prima, dan knoop je het gewoon eventjes vast. Maar ik dacht, ik maak er een leuk strikje bij. Dus ik pak de wol, de haren. En ik doe daar dat andere gekleurde wolletje omheen. Ik kan ook dezelfde kleur kiezen als de haren natuurlijk, dan valt het minder op. En ik maak daar eigenlijk alsof ik mijn veters ga strikken. Een knoopje aan. Zo. En dan heb ik een schattig strikje plus alle losse haren die zitten vast. Zie je dat? Maar als je dus geen strikje hebt, geen probleem, dan heb je alleen hier een knoopje. Dan valt het minder op. En daar heb je dus de punaises voor nodig. Ik heb hier toevallig nu een groene punaise. Met wel een groot achterkant. Soms heb je ook met een plat achterkantje. En die punaise gebruiken we om de haren in het takje te steken. Let op je vingers ook. Punaise is scherp aan de onderkant. Ik denk dat je dat best wel zelf kan. Maar altijd fijn als papa of mama of iemand even met je meekijkt. En die punaise die steek je alvast door de wol. Het haar. Er doorheen. Zo. En het liefst ook door het stukje wol. Dat zorgt dat de haren bij elkaar blijven. Kijk, en dan komt dus dat puntje van de punaise weer uit. En dat puntje van de punaise steek ik aan de bovenkant van het takje erin. Oh, nou, daar viel die er bij mij uit. Dat is jammer. Gaan we het even overnieuw doen. Geef niet, bloepers horen erbij. En dan steek je het er dus in. Nou.
Je kan het trouwens ook met een spijkertje doen als je thuis geen penances hebt. En kijk, mijn takkenpoppetje is af. Mooi hè? Ik ben heel benieuwd naar hoe jouw takkenpoppetje eruit komt te zien. Maak je er een foto van en stuur je foto op naar ons? Doei, leuk dat je meedeed met Wijzer Doet!